Nou, hallo allemaal. Dit is weer een nieuwe trimvlog van aflevering van Nathalie's trimvlog. Een korte, maar wel een hele leuke. Want ik wil jullie even voorstellen aan mijn stagiaires. En even laten zien hoe goed ze eigenlijk zijn. En nou wil ik even dat ze zelf zeggen hoe het hier is. Ik heb ze natuurlijk wel betaald ervoor. aardig wat geschoven, hè, om het een beetje gezellig te maken. Jij maakt weer een hoop lawaai. Hey, stel je eens voor. Ik ben Jay Donné. Wat een mooie naam. Ja, dankjewel. Ja. En ik loop hier stage. En ik ga naar school bij het HKI. En ik leer je veel. Ik ben nu een dwergkeesje aan het evalueren. Goed zo. Want wat is er eigenlijk altijd met dat dwergkeesje gebeurd? Een dwergkeesje altijd geschoren. Ja. Dus je ziet dat hier de ondervacht een beetje korter is. Ja, dat noemen ze scherpe alopecia, hè? Ja. Dus we gaan proberen door middel van het nu gewoon netjes te knippen. Dat hij weer een mooi ondervachtje krijgt. Dat hij weer een mooi ondervachtje krijgt. Nou, laat eens even een klein beetje zien wat je zo al kan. Ja. Want wanneer wil je examen gaan doen? In september. In september. Volgend jaar, ja. Natuurlijk volgend jaar, want het is al december. Diddle. Hier. Eerst moet ik het opkammen. Goed zo. Wat ik heel goed heb geleerd van Nathalie. Ja, hè? Ja. Hey, zachtjes jullie. En dan een beetje inkorten. En hoe heet dat? Swaffelen. Oh, goed zo. Goed zo. Want dat is het eerste wat jullie leren hier, hè? Ja, swaffelen. Ja. Nou, keurig. Ik kom dadelijk nog even terug als het hondje klaar is. Want je mag hem helemaal zelf doen. Ja, dus het gaat dan ongeveer 2 uurtjes duren. Ongeveer 2 uurtjes. Oh, nee. Nou, tegen die tijd hebben we er al 4 gedaan, Jodoné. Dus nee. Dat, we gaan even iets sneller. Tempo maken. Maak een beetje tempo en we gaan even terug naar deze kant. Hi. Hi. Wat is jouw naam? Ik ben Esther en ik loop hier sinds april stage. Ik studeer in Barneveld en ik kan als het goed is ga ik in mei-juni afstuderen. Oké, en wat gebeurt er dan? Dan ga ik hier werken. Meen je? Meen ik, ja. Oh, maar dan moet je wel heel goed je best doen, ja, hè? Ja, dat klopt. En dat ga ik ook zeker doen. Ja, nou, ik ben hartstikke blij met jou. En inderdaad, mensen, ik heb gevraagd of Esther wilde blijven. Want ik leid natuurlijk mijn mensen zelf op. En als ik dan enigszins de kans krijg om zo'n pareltje zelf te houden, dan gaan we dat doen. Dus zij komt in de plaats van Demi, want Demi gaat ons helaas verlaten. Dus, maar ik heb wel een onwijs leuke opvolgster gevonden. Ik heb Demi natuurlijk zelf ook opgeleid. Dus ik weet wat ze kunnen en hoe ze zijn. Dus ik ben er heel blij mee. Wat ga je met dit hondje doen? Dit is een jork en die wordt geschoren. Oké. Okay. Hij mag lekker kort van het baasje. Dus die wordt geschoren met de 7. Oké, want het is toch vrij koud, hè? Maar hebben ook uitgelegd dat het wel heel koud is. Ja. Maar het maakte die mensen niet uit, want ze deden dan een jasje aan. En op zo'n manier dan hoeven ze ook niet zo heel snel weer terug. Nou ja, goed. Voor ons een goed argument om hem gewoon toch kort te maken. En 7 mm. En als ze dadelijk klaar is. Je mag hem natuurlijk helemaal alleen doen, Es. Als hij dadelijk klaar is, dan komen we nog even terug. Want dan laten we de resultaten zien. Ja. Hey! Hallo. Larissa, stel je voor. Nou, ik ben Larissa, dat werd al verteld. Ja. met dit hondje, mijn vrouw wilde een wintervacht voeren. Ja. Verder is het oortje lekker kort, maar dat gaan we straks lekker. Gaan we straks niet doen. Want wat heb je ermee gedaan? Want normaal wordt hij met de 7 mm. Jongens. Normaal wordt ze met de 7 mm gedaan. Dat gaan we, vandaag hebben we dat niet gedaan, hè? Nee, het is nu met 9 mm voorgeschoren. Voorgeschoren, wat langer gelaten. Ja. En nou ben je daar aan het swaffelen. Aan het swaffelen, aan het na-evalueren. Laat eens een stukje zien. Dat vind ik toch wel leuk. Het ziet er nu al heel netjes uit. En de reden waarom ze in een buikband staat is omdat ze iedere keer gaat zitten. En ze graag de achterbeentjes even wil doen. Ja.
Hoe lang loop je stage? Pas een maandje eigenlijk. Een maandje. En dan mag je al zoveel doen. Ja, al gelijk. Jamie! Hey, leuk. Ja. Heb je het een beetje naar je zin? Super naar mijn zin. Hoe is Natalie in de omgang? Heel leuk. Leuk, hè? Ja. Heel gezellig is hier. Hey, maar leuk. Maar jongens, jullie horen het, een maandje. En dit is eigenlijk wat Larissa zelf al gedaan heeft. Ze heeft haar zelf voorgeschoren en ze is nu zelf met de evenleerschaar het hondje netjes aan het nawerken. Dus ik vind als je dan een maandje hier werkt, dat al best heel knap is. Goed, we komen dadelijk ook even terug hoe dit hondje geworden is. Ook Larissa mag hem zelf helemaal doen. Dus jullie zien dadelijk allemaal hoe het geworden is, inclusief het gezichtje. Nou, tot zo allemaal. Nou, we zijn weer even terug. Het heeft korter geduurd dan gedacht. Goed, hè? Ja. En dit heb ik gedaan. De borst. Het gezichtje rondgeknipt. Zie je, we zijn mooi boven de ondervacht gebleven. Je moet het nog een beetje opkammen. Je kan nog een heel klein beetje bijswaffelen. Ik zie dat het nog een beetje ongelijk is. Dus, maar wel al super netjes hoor. Hartstikke leuk. En het gezichtje heb je ook helemaal knap gedaan al. Ja, beentjes netjes. Leuk hoor. Ga dan maar heel even door. Ja. Nou, zitten we hier bij S. S is met het gezichtje bezig. Goed zo. Esther is links, ja. Dus het is wel, het was even zoeken, maar ze gaat het goed doorkrijgen. Esther, hoe lang ben jij bezig? Vanaf april. Oh, vanaf april, sorry. Twee dagen in de week. Oh ja, dat hadden we geloof ik al gezegd. Ja. Ja. Leuk. Nou, Larissa is een maandje bezig. Uitkijken dat je niet dat je hem rondknipt, hè? Dat je niet hem een vierkant gaat knippen. Dus dan moet je hem hier iets meer iets ronder, ja. Goed zo. Zo ja. Keurig. Goed zo. Dan kom je het weer even netjes op. Goed zo. Vergeet de onderkanten dadelijk niet mee te nemen. Ik ga hier nog even kijken. Kijk zo mooi die voetjes worden. Oh. Hier, je bent echt aan het swaffelen, hè? Als een gek. Ja, je bent zeker als een gek aan het swaffelen. Nee, maar zie je dat als je gewoon iedere keer kleine stukjes eraf haalt, dat het echt fantastisch mooi wordt. Want het zijn natuurlijk hele moeilijke vachten, hè? Ik geef daar binnenkort een workshop in. En het ziet er gewoon fantastisch uit. Die iedereen wil volgen. Ja, hè? Nou jij niet, want jij bent al heel goed. Ja. Jij zit dicht bij het vuur. Hé, ga je ook nog een stukje van het staartje doen? Ik wil even laten zien hoe dat moet. Dat staartje mag best wel redelijk ver aangezet worden, hè? Dus draai hem even over zijn ruggetje. Zo, ja. Dan mag je dat beginstukje mag nog iets korter daar. Ja. Keurig. En als je dat inderdaad uitgekamd hebt, dan mag je het recht afknippen. Zodat het mooi als een waaiertje over het ruggetje valt. Okay. Nou, Beer is ook wel echt ontzettend braaf hoor. Ja, je kan hem inderdaad zo even pakken, maar dan ga je eerst even het kontje even... Kijk, zoals dit... Die kleine pluisjes. Dit mag allemaal nog korter. Dus je kan hem... kijk, als je hem zo houdt, dan zie je dat je hem eigenlijk toch nog wel een stukje aan kan zetten. Hier? Keurig.
En bovenop het staartje ook. Zo, ja. Goed zo. Kijk, en dat poepgatje mag ook lekker kort. En doet dit? Ja. Ja, goed zo. Nou, dan doe je hem omhoog en dan kam je inderdaad alles even op naar de bovenkant. Zo. Goed zo. Dan pak je het inderdaad in één hand als het uitgekamd is. Het is heel wollig. Het is heel wollig. Ja, dat is wel. Ja, goed zo. En dan doe je het uiteinde. Kijken. Keurig. Dan knip je gewoon recht af met je rechterschaar. Pak maar dat kleine schaartje. Gemakkelijk. Hup, in, mooi recht. Ja, knip, knip. Leid los. Vuit over het ruggetje. Zo ja, en dan kam je hem een beetje uit. Dan hou je hem even vast inderdaad aan de basis. Zo ja, dan kam je het mooi over het ruggetje. Kijk eens hoe keurig. Ik kan zo naar de show. Kijk eens hoe mooi. Goed zo. Ja, want zo lopen ze uiteindelijk ook, hè? Ja. Nou, daar hoeven dan in ieder geval niets meer aan gedaan te worden. Ik zie alleen dat de buikbeharing nog iets langer is. Oh ja. En ja, ik vind hem er fantastisch uitzien, hoor. Hij kwam natuurlijk met een enorme, alleen maar een bovenvacht. Ja. Dus ziet er keurig uit. En dat voor die, ja, voor die, hoe lang ben je hier? Een week of twee. Een week twee of twee? Nou, ja. Wie is de beste jongen? Nathalie Tunissen. Jij! Hé, hey, maak die onderkant nog een beetje netjes. Kijk, want je ziet wat ik bedoel, hè? Ja, ja. Dit hier. Keurig, dat bedoel ik. Werkt dat een beetje bij? Ik ga even hier kijken nog. Ja. Je mag die kant van het gezichtje mag nog wat korter, hè? Je moet het allemaal naar voren kammen. Kijk, het moet natuurlijk allemaal gelijk, hè? Nee, de voorkant. Bij het oogje. Kijk, dan zie je dat het niet helemaal gelijk loopt. En nu is dit natuurlijk je moeilijke kant, dat snap ik. We hebben allemaal een moeilijke kant. Je moet zorgen, neem je tijd. Je moet zorgen dat je... Oh, ik ga even achterlangs. Je moet zorgen dat het allemaal netjes gelijk loopt. Goed zo. En dan zie je dat bovenop bij het oortje, dat er ook nog te veel haar zit. Ja, ja, goed zo. Nou, we komen straks nog even terug bij jullie voor de eindresultaat. Tot zo. Ja, nu draai ik al. Oké. Nou, dit is ze geworden. Ja. Wollig klein leertje. Nou, ik vind het fantastisch. Ik vind het super netjes gedaan. Hij mag zijn riempje om, want zijn baarsjes staan te wachten. Ja. Leg je even uit dat we hem gewoon kort geknipt hebben en niet geschoren. Hè, want dat we dan die vacht nog een beetje in orde krijgen. Ja. Ja, je mag hem zelf afleveren. Ja. Nou, kijk eens even. Hallo. En dit mag even uit, want anders kan ik er niet filmen. Laat eens even kijken. Nou, dus het hondje van Laris. Nou, Laris, ik ben heel erg... Er zit alleen hier aan de onderkant zitten nog wat clubjes. Ja, dus dat moet je nog even... Ja, nee, we gaan het natuurlijk wel even blijven. We gaan het wel netjes afleveren. Voor de rest moet ik eerlijk zeggen, ziet er keurig uit. Als je nou inderdaad nog even die plukjes onder bij de borstje even doet, dan is hij klaar. Nagels is gedaan, hè? Alles klaar. Ik vind hem geweldig. Hartstikke goed gedaan. Toppie. Trots op je.